Oh my god, mensen, vandaag is vrijdag, dus zeg goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pippi Blue. Hoppa, nieuwe dag, nieuwe video, mensen. Ik heb hier een volledige zak vol met grief, dat ik gekocht heb de laatste weken en zo. Vol movie goodies van Kruidvat, van Bol.com, van The Action, van grief dat ik gekregen heb. Een beetje van alles zit erin. Dus we gaan gewoon alles een keer tonen. Goed, we gaan beginnen bij het begin. Ik heb hier een zak open doen hier. Voilà. Eerst heb ik 2 Funko Pops gekocht bij Action. Dat was €3,99. Dat is hier Shuri van Black Panther Wakanda Forever. Dat was dus, like dat ik zei, €3,99. Zo. En dan heb ik ook nog She-Hulk Jennifer gekocht. Voilà. Die heb ik ook gekocht voor €3,99. Super goedkoop. En wel cool, die Marvel Funko Pops. Ik heb er eigenlijk al tamelijk veel. Wacht, ga ik heel vlug aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20? 21, 22, 23. 23, 24. 24, 24 Funko Pops met die erbij. 25, 26 Funko Pops. Woehoe, yeah, wow. Mijn leven is gewoon compleet. Goed, we gaan verder. Dan heb ik via bol.com een paar Blu-rays gekocht. De eerste Blu-ray heb ik de trailer van gezien en stond maar €10,99 of zo bij bol.com. En ik dacht van, oh, ik ga dat van eens kopen. Die is eigenlijk vandaag nog wat toegekomen. Dat is Sting. Dat is een horrorfilm met Spin. Ik heb die in de trailer gezien en dat zag er mij wel geestig uit. Dus voilà, en deze. Dan heb ik hier van DC Comics, heb ik ook nog niet gezien, Blue Beetle. Zo. Ja, ik weet niet of dat een goede film is. Ik heb er een trailer van gezien en het ziet er wel goed uit voor mij. Dan de volgende film heb ik nog gezien in een tijd in de cinema. Is een Vlaamse film, dat is Cargo. Dat is een film die waarschijnlijk, ik ben bijna zeker, opgenomen is in Oostende. Dus de Max. En dan hebben we ook nog, ik heb de eerste nog niet gezien, ik moet nog een paar Annabelle zien zelfs. Maar hebben we hier ook The Nun 2, want momenteel staat die film voor €8,99 te koop bij bol.com. Bol.com. Ja. Dan bij Kruidvat waren er de Black Series Star Wars figuren. Daar heb ik er 4 verschillende van gevonden. Voilà, dat is hier de eerste hier, dat is Star Wars Andor, Cassian Andor, Star Wars The Black Series, voilà. Dat was €6,99 voor hele schone edities, dus zeker de moeite. Dan hebben we hier Din Djarin van Star Wars The Mandalorian, ook The Black Series, zo, voilà. Maar ben nu aan het twijfelen of dat ik ze ga open doen, ja of nee. Dat weet ik niet. Dan hebben we Bix Kaleen, ook van Andor. Zo. En dan hebben we ook nog Vel Sarta, ook van Star Wars Andor. Zo. Dus €6,99 voor Black Series is alles is niet veel. Hele schone doosjes, schone edities. Voilà, die gaan we hier een keer leggen, dat we een beetje plaats hebben. Voilà. Dan heb ik mijn vader gezien. Mijn vader is naar de rommelmarkt geweest en hij zag voor 10 cent splinternieuwe pins liggen van Planet Hollywood. Voilà, ja, dat zal moeilijk te zien zijn, denk ik. Zoiets ongeveer, ja. Voilà. Planet Hollywood. Zo, ja. Voilà, zie. Dus dat was 20 cent voor de 2. Dan
heb ik ook nog wat dvd's gekregen. Dus deze week ben ik samen met Laurens Pereboom van de Movie Matters podcast naar Borderlands gaan kijken. Borderlands was echt geen goede film. Het was eigenlijk gewoon, ze probeerden grappig te zijn, maar het was niet grappig. Er kwam wel wat actie in voor, maar het was gewoon allemaal zo... Oh ja, zo een gewoon filmpje, goed voor één keer te zien. Ik heb hem 4 op 10 gegeven, maar het was echt dat niet. Het was echt geen succes. Ik vond hem echt niet goed. Dus zeker geen aanrader voor de cinema. Maar als je de foto's wil zien, ga naar mijn Instagram, official Pippi Blue. En daar kun je de foto's zien dat we samen naar de cinema geweest zijn. Maar hij had een hele hoop dvd's dat hij wegdeed. En ik zei, oh, geef ze maar aan mij, ik ga er wel een keer naar kijken. Er zijn verschillende films, denk ik, dat ik nog niet gezien heb. En toen bekijk ik dat eerste keer op dvd en toen beslis ik wel van, ja, wil ik dat op Blu-ray, ja of nee? Of doe ik ze gewoon weg, of weet ik veel. Dus, maar ik ga even tonen dus wat ik allemaal gekregen heb. De eerste film is Ghostbusters 2 op dvd. Dat heb ik uiteraard al gezien. Dan hebben we hier de 3 Naked Gun films met Leslie Nielsen. Zo. Ze zijn, ondertussen zijn ze dus ook een remake aan het maken van The Naked Gun met Liam Neeson. Dus ja, ben ik benieuwd. Voilà, dat is de derde hier. Dat is wel al super lang geleden dat ik dat gezien heb. Dan hebben we hier ook Insomnia. Voilà, met Al Pacino en Robin Williams en Hilary Swank. Voilà, ook een heel goede film. Maar het is al zo lang geleden, ik weet zelfs niet meer over wat het gaat. En dan dacht ik van, weet je wat, ik ga hem eerst nog een keer bekijken op dvd. Dan hebben we hier de Superman Collection. Voilà, op dvd. Dat is ook al zo lang geleden dat ik dat gezien heb. En ik wil dat misschien ook wel een keer op Blu-ray, maar ik ga dat eerst een keer op dvd bekijken. Dan hebben we hier Superman Returns. Zo. Dan hebben we hier een film dat ik nog nooit gezien heb. Met Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger en Danny DeVito. Dat is LA Confidential. Nog nooit gezien. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Zo. Dan, deze film heb ik ook nog nooit gezien. Dat is met Robert De Niro. Dat is Raging Bull. Nog nooit gezien. Voilà. En dan hebben we hier ook nog één dat ik nog niet gezien heb met Al Pacino. Dat is Carlito's Way. Heb ik ook nog nooit gezien. En dan hebben we ook nog met Hugh Jackman, dat ik super fan van ben, maar ook nog nooit gezien. En Christian Bale, dat is The Prestige. Ook nog nooit gezien, mensen. Staat dat hier eigenlijk een beetje scherp hier? Want ja, oké. Dat is zodanig gefocust op mijn gezicht dat... Ja, oké. Voilà, dus deze. Zo, en dan hebben we ook nog een dvd gekregen van mijn schoondochter, haar broer. Heeft mij een dvd gegeven van Borat, ging ik zeggen. Van Borat. Heb ik uiteraard al gezien. Maar ik weet niet of ik dat heb. Eigenlijk op Blu-ray. Ik weet het echt niet. Ik ga een keer vlug kijken. Nee, die heb ik nog niet, dus voilà, ook goed voor in de collectie, ga ik nog een keer bekijken en dan misschien wel kopen op Blu-ray. Voilà, dus ja, dat was allemaal een beetje de ding dat ik gekocht heb de laatste tijd. Ja, voilà, dat was het een beetje, hè. Goed, voilà. Meer moet ik niet zeggen, meer moet ik niet uitleggen. Dat was het. Goed, voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En dat zal zeker volgende week maandag zijn. Goed, allez, salut!